Dag vriendjes en vriendinnetjes, wat een prachtig dagje is het weer. We gaan eens even kijken wat onder de doos zit. De hooghoed van Ahmed. Simsalabim. Twee blikjes. Dynamite chili con carne. Ach hemeltje, het is weer heet. Ja hoor, hot. Warning, a seriously hot chili. Onwaarschijnlijk hete chili. Ik krijg een beetje genoeg van de hete producten. Maar ja, wat kan ik erover zeggen? Ik krijg ze opgestuurd. Even kijken hoe het eruit ziet. Het ziet er goed uit. En het ruikt ook nog lekker. Die gaan we even opwarmen. Kokend hete chili. Hoppadup, hopsiedup, hopsiedup. Maar laten we eerlijk zijn, ik heb natuurlijk al twee keer vreselijk mijn bek verbrand. Eén keer die chips met die Carolina Reaper, die hete peper. Oh, het wordt steeds erger. Dit is een pak heet. Holy s***. Niet zo heel lang geleden die snoepies, waar ik ook mijn bek aan branden. Maar nu dus bloed en bloed heet chili con carne. Nu denken jullie, ach, daar gaat Jan weer zijn bakken verbranden. Nou, dan wordt weer lachen. Nee, want ik hou namelijk wel van heet eten. En ik hou van chili con carne. Kijk, bonen, gehakt, niks aan het handje. Echte chili. Grote stukjes vlees, veel bonen. Je proeft wel dat het pittig is. Moet zeggen, voor iets wat uit een blik komt. Ik eet eigenlijk alleen maar verse dingen. Ik eet nooit uit blik of pakjes of zo. Maar dit smaakt prima. Oh mijn god, nu pas komt die peper, joh. Tranen staan in mijn ogen. Jezus, is dit bloed heet. Maar het is wel echt serieus lekker. Oh, ik krijg dit bakje niet leeg, joh. Het is echt afschuwelijk heet. Je brandt je bek aan alle kanten. Voorkant, achterkant, zijkant. Overal doet het pijn. Je tong zegt alleen maar tegen je, waarom, waarom, waarom? Maar het is hele lekkere chili con carne. Dus het eten is gewoon heel lekker. Uit een blik, uit Amerika, komt hier naartoe. Kan niet lekker zijn, is wel lekker. Alleen verschrikkelijk heet, pijn in het mondje. En waarschijnlijk morgen pijn in het kontje. Ja, je brandt je bek, ja, het doet pijn in je maagje. Maar het is wel een goed product. Dus bij deze een prachtige 7. En oh, ik heb nog een blikje over. Die kan je krijgen als je mij steunt op janroos.backme.org. Dus janroos.backme.org. En dan verloot ik hem en dan stuur ik hem naar je op. Want het is heerlijk. Ja, je brandt een beetje je kamers, maar dan heb je wel wat. Lekker hoor.